The subject of today's discussion is a crucially important chapter in Isaiah chapter 6. Vandaag gaan we het hebben over Isaiah hoofdstuk 6. Het is een cruciaal hoofdstuk in het hele boek Isaiah. And what emerges when we consider what's taking place in this chapter is that it is, in fact, chronologically, the beginning of Isaiah's career as a prophet. En chronologisch is dit eigenlijk het eerste hoofdstuk, want hierin wordt Jesaja echt geroepen als een profeet. Because here we read of God's summons to Isaiah and the mission that Isaiah accepts upon himself to be God's messenger. En hier wordt Jesaja dus daadwerkelijk echt geroepen en geconfronteerd met de missie die van Gods wegen naar hem toe komt en die op zijn leven wordt gelegd. An obvious question is why this is not the first chapter of Isaiah. We'll leave that perhaps for later. But for now, let's embark upon our discussion of Isaiah chapter 6. En hoewel dit dus niet het eerste hoofdstuk is van het boek Jesaja, maar daar gaan we het waarschijnlijk nog later over hebben, we gaan eerst het hoofdstuk 6 dieper behandelen. I think it may be helpful for us first to read through the chapter, get a sense of the landscape, and then begin to discuss far more deeply what is taking place. We gaan eerst kijken in welk jaar deze profetie wordt uitgesproken en wanneer hij was geroepen. Als het ware een soort landschap wordt er eerst getekend. Daar gaan we eerst naar kijken voordat we dieper op het hoofdstuk 6 in gaan zoomen. So beginning with chapter 6, verse 1. In the year that King Uzziah died, I saw God sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. We lezen Jesaja, hoofdstuk 6, het eerste vers. In het sterfjaar van koning Uzziah zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vulden de tempel. Verse 2, above him stood the seraphim. Seraphim is one of the words in Hebrew for the angels. Each one had six wings. With two he covered his face, and with two he covered his legs, and with two he did fly. Vers 2, serafs, en dat is in het Hebreeuws serafim, het is een wijze om engelen aan te duiden. Serafs stonden boven hem, ieder had zes vleugels, met twee bedekte hij zijn aangezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. Verse 3, and one called unto another and said, holy, holy, holy is the God of hosts. The whole earth is full of his glory. Vers 3. En de een riep de ander toe. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Ja, maar er is iets meer aan de hand. De ganse aarde is voor zijn heerlijkheid vol. Hoor jij geen geluid? Nee. Verse 4. And the posts of the door were moved at the voice of them that called, and the house was filled with smoke. En de dorpelposten beefden van het luide roepen, en het huis werd gevuld met rook. Verse 5, then I said, woe is me, for I am undone, because I am a man of defiled lips, and I dwell in the midst of a people of defiled lips. For my eyes have seen the King, the God of hosts. Vers 5. Toen zeide ik, wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man onrein van lippen en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de Koning, de Heere, der Heerscharen gezien. Verse 6. Then one of the seraphim flew to me with a glowing stone in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. Vers 6.
Maar een der sera's vloog naar mij toe met een gloeiende kool die hij met een tang van het altaar genomen had. En in vers 7, he touched my mouth with it and said, lo, this has touched your lips and your iniquity is taken away and your sin atoned for. Vers 7. Hij raakte mijn mond daarmee aan en zeide, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. Now the actual content of what the prophet hears and how he responds begins with verse 8. And I look forward to getting to them, verses 8 and on, shortly. But let's first consider what we've seen in these 7 first verses. En wat hierna volgt is vanaf vers 8. Dus hier eerst wordt er een setting gezet van wat wordt gehoord. En daarop wordt dan de reactie ook van de profeet zelf gegeven. Maar we gaan nog even terug naar het begin van dit hoofdstuk. One point that we should note at the outset is the imagery of God and the angels we encounter not only here in Isaiah's inaugural prophecy. Can you repeat it, Rabbi Chaim? That is, this presentation of the image of God and the angels that we see here, we don't only see here in the inaugural prophecy of Isaiah. En in het begin lezen we dus iets van de presentatie van de Heere God, van de Almachtige, samen met zijn engelen. En dit is een presentatie die niet alleen hier wordt gegeven, die we niet alleen hier terugvinden in de schrift. We see somewhat similar imagery in the inaugural prophecy of the prophet Ezekiel. Feiten kunnen we in Ezekiel hoofdstuk 1 zien we dus hier een vergelijking met. Dus hoe God en de engelen worden tentoongesteld en hoe dat was geopenbaard, zeg maar, zien we ook terug in Ezekiel hoofdstuk 1. Now the inaugural prophecy of Ezekiel is in chapter 1, that's clear. Ook in hoofdstuk 1 van Ezekiel zien we dus dezelfde beschrijving ongeveer. And we have an ancient tradition that what Isaiah described was the same that Ezekiel described. En de overlevering, zoals die in het Jodendom bestaat, is dus inderdaad ook de echte opvatting dat Ezekiel en Jesaja hetzelfde beschrijven. Except clearly there are certain very glaring differences. Ze beschrijven dus hetzelfde, maar toch zijn er ook hele duidelijke verschillen. So I'd like to consider at least briefly what we read in this first chapter of Ezekiel. Dus we gaan ook even kort kijken naar wat Ezekiel in het eerste hoofdstuk vertelt. As Isaiah telling us that he saw God, Ezekiel tells us in the first verse, the heavens were opened and I saw visions of God. Het verschil in het eerste stukje is al dat Jesaja heel duidelijk aangeeft van ik zag de Heere God. En Ezekiel zegt meer van ik had een visioen van Gods wegen. In the continuation, we see the same description of wings covering the bodies of the angels. En in feite is de waarop volgt, zoals dat in Ezekiel wordt beschreven, maar ook in Jesaja, hoe de engelen worden beschreven, is een beetje hetzelfde. That is, in verse 8, they had the hands of a man under their wings, covered by their wings. In verse 11, two wings of every one were joined to one another and two covered their bodies. In vers 8 en vers 11 van Ezekiel zie je dat hun vleugels
Nou, in vers 18 dan staan mensen hallen aan hun vier zijden. En in vers 11 wordt er gezegd ook dat de vleugels zeg maar het lichaam bedekten, net zoals in Jesaja. And much as the description of seeing, as it were, God upon his throne in Ezekiel chapter 1, verse 26, we read, and above the firmament that was over their heads was the likeness of a throne, as the appearance of a sapphire stone. And upon the likeness of the throne was a likeness, as the appearance of a man upon it above. We lezen dan Ezekiel hoofdstuk 1 vers 26, daar wordt de troon beschreven, ook iets wat Jesaja dus zag, meer uitgebreid beschreven. Boven het uitspansel, boven hun hoofden, was wat er uitzag als lazuursteen, dat de vorm had van een troon, en daarboven hetgeen een troon geleek en gedaan vond, die er uitzag als een mens. Now, of course, a likeness as the appearance of clearly stresses Ezekiel isn't seeing God. God has no physical form. Dus in feite Ezekiel beschrijft iets of iemand veel vaker en net of hij inderdaad God niet daadwerkelijk heeft gezien, niet echt heeft aanschouwd, zeg maar. But as summarized in verse 28, this was the appearance of the likeness of the glory of God. En in vers 28 zien we dus ook staan van Ezekiel, aldus was het voorkomen der verschijning van de heerlijkheid des Heeren. Hij beschrijft meer de verschijning van de Heere God. So of course, again, we should stress the appearance of, the likeness of, and it's referring to the glory, not God. Ezekiel beschrijft dus inderdaad de verschijning, de heerlijkheid die hij zag, maar niet zozeer dus echt dat hij echt God heeft gezien. But it is the imagery that inaugurates Ezekiel, like Isaiah, as God's faithful prophet. Maar zowel Ezekiel als Jesaja hebben dus een hele bijzondere waarneming gehad, en allebei zijn ze aangesteld door de Heer God zelf als zijn profeet. I do, however, want to stress two crucial differences between the image in Isaiah and the image in Ezekiel. Rabbi Chaim wil nog even twee verschillen noemen in de beschrijving zowel van Jesaja als in Ezekiel. One is perhaps especially glaring, and that is the number of wings. Eén wat heel erg opvalt is het nummer of het aantal van de vleugels die wordt genoemd. That is, we read of the wings at the beginning of the description. In verse 6, every one of them had four wings. Zoals we in Ezekiel 1 vers 6 zien, worden de engelen hier beschreven als zijn met vier vleugels. The theme of four is recurrent in this chapter. En die vier keren ook steeds terug in hetzelfde hoofdstuk. So they have four wings. We see it also here in verse 23. As opposed to in the vision of Isaiah, where they have six. En ook in Ezekiel 1, vers 23 wordt het naar voren gebracht dat zij vier vleugels hebben, terwijl Jesaja toch echt zes vleugels noemt. Another very obvious difference that we find in this opening chapter of Ezekiel is a theme of motion. En ook de beschrijving hoe het was beschreven, zoals in Ezekiel, is anders dan in Jesaja. Het is meer een thema of een visioen. In verse 4 in Ezekiel, a stormy wind came out of the north and a great cloud with a fire flashing up.
In vers 4 van Ezechiël lezen we dan dat de setting dus ook anders is. En ik zag en zie een stormwind kwam uit het noorden, een zware wolk met flikkerend vuur en omgeven door een glans. Daarbinnen, midden in het vuur, was wat eruit zag als blinkend metaal. In vers 9, they turned not when they went everyone straight forward. Vers 9, zij keerden zich niet om als zij gingen. Zij gingen en ieder rest voor zich uit. Indeed, in vers 14, the living creatures, the description of the angels, ran and returned, continuous motion. Vers 14, de wezens snelden heen en weer, bliksemschichten. In verse 24, when they went, I heard the noise of their wings, like the noise of great waters. A mighty noise, a noise of tumult, like the noise of a host. When they stood, they let down their wings. Vers 24, als zij gingen, hoorde ik het geruis hun vleugels, als het gebruis van vele wateren, als de stem der Almachtigen, een dreunend geluid, als van een leger. Als zij stilstonden, lieten zij hun vleugels hangen. So, these two critical differences, the number of wings and the theme of motion. Dus twee cruciale verschillen tussen deze twee is het aantal van de vleugels, wat wordt genoemd, maar ook de hele setting eromheen. Het is in Ezechiël anders beschreven dan in Jesaja. What do they reflect? These differences. Dus de reflectie hierop is ook verschillend. And while there are obviously many levels of meaning here, on the most basic plane, consider perhaps the most basic difference between the context of Isaiah and that of Ezekiel. En er zullen verschillende niveaus zijn om dit allemaal te kunnen verklaren. En daar kunnen we heel lang over discussiëren, uiteraard. Maar wij gaan even kijken naar het meest basale verschil in niveau, of op het niveau van de context tussen Jesaja en Ezekiel. In the opening verse of the book of Ezekiel, I was in the midst of the exile in Babylon by the river Kivar. En het verschil is ook heel duidelijk als we kijken naar Ezechiël 1, vers 1. Toen ik te midden der ballingen aan de rivier de Kevar was. Indeed, in verse 2, it was the fifth year of King Jehoiachin's exile. Vers 2, op de vijfde der maand, het was het vijfde jaar der ballingschap. And the prophecy comes to Ezekiel, we read in verse 3, in the land of the Chaldeans. In Babylon. Een ware visioen dus wat waargenomen, lezen we in vers 3, kwam het woord des Heeren tot de priester Ezechiël, de zoon van Buzi, in het land der Chaldeeën, aan de rivier de Kebar. And in the opening verse of Isaiah chapter 6, Isaiah sees the temple. En als we kijken naar Jesaja, het eerste vers van hoofdstuk 6, dan zien we dat Jesaja de tempel zag. We may indeed even conjecture that Isaiah experiences this prophecy in the temple. En we kunnen misschien er ook van uitgaan dat Jesaja deze profetie of deze onthulling waarnam in de tempel. Obviously, Ezekiel, in exile, could not do that. En natuurlijk, zoals we al hebben kunnen lezen, Ezekiel was daar niet toe in staat, want hij was te midden van de ballingen in ballingschap. Considering that difference, we return to the wings. En met dit in onze gedachten, dat het een heel groot verschil is waar het was, gaan we terug ook even kijken naar het verschil in de vleugels. What indeed do the prophets mean in describing the angels as having wings? Wat zal de gedachte zijn geweest om dit juist ook op te schrijven
het aantal van de vleugels en sowieso te noemen. It is of course important for us to bear in mind that angels are not physical beings. En wij moeten ons natuurlijk realiseren, zij beschrijven hier engelen, maar engelen zijn geen fysieke wezens. But of course, the prophets speak in terms that we can understand, so they describe what they see in human language, physical language. Maar de profeten moeten zich natuurlijk uitdrukken in taal. En als zij dus een bovennatuurlijke waarneming hebben, proberen ze die neer te zetten in onze taal, zodat wij het ook begrijpen. Dus wat zij waarnemen, terugvertalen in taal. En dat valt niet mee. Of course, we appreciate likewise that when we read of God described in physical terms, a mighty hand, an outstretched arm. Obviously, these expressions also cannot be understood as literal, physical descriptions of God. Zo wordt bijvoorbeeld ook wat beschreven dat God zijn sterke hand gebruikte of zijn machtige arm gebruikte om het volk bijvoorbeeld uit te leiden. Dat zijn ook dingen af, hoe iets wordt verteld in taal die je niet letterlijk kan nemen. Maar wel, er wordt wel gesproken over iets wat waarneembaar is, maar eigenlijk buiten ons om. En dus wordt het met onze intellect wordt het weergegeven in onze taal, zodat we het toch een beetje kunnen begrijpen. So our challenge is to try to read the physical description as describing something that goes beyond the physical. Dus in feite wat er iets fysieks beschreven van een waarneming wat ver buiten onze waarneming eigenlijk ligt. Het is natuurlijk een supernatuurlijke waarneming die zij beschrijven met de taal die zij hebben en hadden. The wings of the angels obviously are not physical. The angels are not physical. Zoals de engelen niet fysieke wezens zijn, zo zijn natuurlijk ook de vleugels die beschreven worden niet fysiek. But just as for us moving around on the surface of the earth, wings symbolize the ability to escape from the surface, to move in a different dimension. So too, the prophets describe the angels as capable of operating in a dimension that is off limits to human beings. Vleugels in onze wereld staan eigenlijk symbool voor het dier wat ze draagt, dat ze zich kunnen verheffen. Ze kunnen ontsnappen naar een andere dimensie. En dat kunnen wezens die geen vleugels hebben, niet. En zo is dat ook met de beschrijving van de engelen. Doordat zij dus vleugels hebben, zo wordt dat dus beschreven, kunnen zij ontsnappen of naar een andere dimensie zich bewegen door middel van de vleugels zoals die beschreven zijn. So the wings of the angels simultaneously signify concealment, that is, the wings cover the angel, and also transcendence, going beyond the realm in which we as human beings operate. Dus in feite staan de vleugels voor twee dingen, en zo worden ze ook beide beschreven bij de profeten. Ze worden beschreven als zijnde een bedekking, maar ze worden dus ook beschreven als zijnde een mogelijkheid om zich te bewegen in een andere dimensie. Where does this leave us with respect to six versus four wings? Dus nu gaan we nog even weer terug naar vier of zes vleugels. In our tradition, Ezekiel is prophesying when the temple is on the brink of destruction. In de overlevering, zoals die wordt doorgegeven in het Jodendom, is omdat juist Ezekiel was natuurlijk op een andere plek. En de tempel
was al bijna verwoest of helemaal verwoest. Dus dat is een hele andere context waarin het visioen wordt gegeven. Even the heavenly host is diminished because God's presence on earth is diminished. En eigenlijk ook Gods tegenwoordigheid ten tijde van Ezechiël is dus anders op aarde, zeg maar. Juist omdat de ballingschap een feit is, de verwoesting. Dus dat is ook een andere setting wanneer Jesaja het visioen of de profetie heeft gekregen, omdat het in het land was. Ezechiël dus niet. Dus ook de dimensie van God op deze aarde was anders in Ezechiëls dagen. Zo kun je dat een beetje opvatten. And likewise, that theme of motion that we encounter in Ezekiel that we didn't see in Isaiah. And ook is er iets heel verschillends tussen Jesaja en Ezekiel. Isaiah sees the vision of God sitting upon a throne over the holy temple. Ezekiel sees a vision of God, as it were, on the move into exile. Is ook het heel verschillend. Dus Jesaja ziet dus inderdaad een troon. Daarop zit God. Daarom is ook de tempel zichtbaar in het land Israël. En Ezechiël ziet veel meer een visioen. Het is vage. Het is anders beschreven. Als echt een hele andere setting. En hij ziet God meer in beweging. I'm stressing this in particular to appreciate the importance of the setting. Isaiah, again, beholds God's presence over, filling the temple. En juist omdat we het verschil nog even benadrukken, Jesaja ziet dus echt God zitten op zijn troon in de tempel. Het is echt belangrijk om deze twee profetieën en profeten goed te begrijpen. Maybe we can say a bit more about this setting. Misschien kunnen we nog iets dieper gaan kijken van het zitten op de troon, zoals in Jesaja wordt beschreven. In the year that King Uzziahu died. We lezen in Jesaja hoofdstuk 6 vers 1. In het sterfjaar van koning Uzzia. Of course, that could be understood literally as the year when Uzziahu left this world. En dat kunnen we natuurlijk letterlijk opvatten, dat dit plaatsvindt in het sterfjaar, dus dat, dat koning Uzzia daadwerkelijk overleeft. Maar er is een ander. Daar gaan we nog even kijken. In our tradition, there's another possibility that the year that Uzziahu is described as dying is the year in which Uzziahu was undone. Dus in feite, we gaan ook nog even kijken naar een ander Bijbelboek, maar je kan ook zeggen van, is het letterlijk sterfjaar? Of kun je zeggen van, is het een geestelijk sterfjaar in de regering van koning Uzzia? We talked about the circumstances of King Uzziahu's undoing in our introduction to Isaiah. En we hebben deze koning al een beetje behandeld in onze introductie van het boek Jesaja en hoe hij regeerde en met of zonder God ging. There is more detail on this subject in Chronicles than in Kings, so we consider the second book of Chronicles, chapter 26. En over de regering van koning Uzzia wordt eigenlijk meer beschreven in het boek Chronieken, twee Chronieken om duidelijk te zijn, dan in de boeken van koningen. King Uzziahu is described in verse 4 as a righteous king. He did what was upright in the eyes of God. Kijken we naar twee Chronieken, hoofdstuk 26, vers 4. Hij werd dan beschreven en er staat, hij deed wat recht is in de ogen des Heeren. And by consequence, from verse 5 through verse 15, we read a detailed description of his great successes and prosperity.
En vanaf vers 5 tot eigenlijk het einde van het hoofdstuk, vers 15, wordt koning Uzia beschreven als een rechtvaardig koning en van al zijn successen die hij had tijdens zijn regeringsperiode. Then verse 16. When he was strong, his heart was lifted up so that he did corruptly, and he trespassed against God, his Lord. For he came into the temple of God to burn incense upon the altar of incense. En maar dan komen we bij vers 16. En daar wordt geschreven: maar toen hij machtig geworden was, werd zijn hart zo hoogmoedig dat hij zeer snoot handelde en ontrouw werd jegens de Heere zijn God, door de tempel des Heeren binnen te gaan om het reukofferaltaar reukwerk te ontsteken. Bringing incense upon the incense altar is strictly forbidden to anyone who is not a consecrated priest of God, a kohen. En wat hij hier doet is natuurlijk heel vreselijk, want het ontsteken van reukwerk op het reukoffer-altaar is heel specifiek door God ook ingegeven en beschreven dat het alleen maar voor de priesters mag worden gedaan, dus niet door de koning, alleen door de priesters. And Azariah, the chief priest, and the other priests warn him to desist. En de hoge priester Azariah ging hem ook achterna met andere priesters om hem echt ook te waarschuwen. Then verse 19. Uzziah was wroth and had a censer in his hand to burn incense. He didn't stop. And while he was wroth with the priests, the leprosy, the tzara'at, the plague, broke forth on his forehead before the priests in the house of God, beside the altar of incense. Dan gaan we verder lezen bij vers 19. Hij werd dus gewaarschuwd door de priesters, maar dan lezen we: toen werd Uzziah toornig. Hij ging dus gewoon door. Het wierookvat om reukwerk te ontsteken was in zijn hand. En terwijl hij tegen de priesters toornde, brak de melaasheid, de tzara, uit aan zijn voorhoofd. Plaag van God, zeg maar, de straf. Ten aanschuwen van de priesters in het huis des Heren bij het reukofferaltaar. Dus ondanks dat hij gewaarschuwd werd door de priesters, ging hij gewoon door. En in verse 20, Azariah, the chief priest, all the priests looked upon him. They saw that he was smitten, and they threw him out of the temple. And he himself realized he had to hurry out because God had smitten him, and Uzziah remained smitten with tzara'at, which is usually translated as leprosy, a plague of God, until his dying day. Vers 20, de hoge priester Azariah en al de priesters keerden zich naar hem toe en zie, hij was melaas aan het voorhoofd. Toen dreven ze hem haastig vandaar weg en ook hij zelf haastte zich naar buiten te gaan, want de Heere had hem geslagen met melaasheid. Dus ook dan pas komt hij er zelf achter en kent hij ook dat hij door de Heere God geslagen werd. En bij ons wordt het dus inderdaad vaak vertaald met melaasheid. God dan een straf uitspreekt, is het vaak melaasheid. Now I'm stressing this because, although it is not explicit in the text, we have a tradition that when Isaiah writes it was happening in the year that King Uzziah died, he is referring to this event, not just the year that it happened, when it happened. He was in the temple as this was taking place. Als we dan weer terug gaan naar Jesaja, hoofdstuk 6, als we dan dus inderdaad zien het sterfjaar, is dus de overlevering zoals die binnen het Jodendom wordt doorgegeven. Inderdaad, juist omdat alles wat met deze koning gebeurde, met Uzziah, in de tempel plaatsvond. Dus het sterfjaar, hij werd dus geestelijk, werd hij dus verwijderd inderdaad, en door zijn goddeloos handelen. Maar dat vond plaats in de tempel, ook dat hij met melaasheid werd gestraft. Dus vandaar wordt deze link daar altijd mee gelegd dat het toen gebeurde. So,
Isaiah standing in the temple is witness to King Uzziah's trespass, but he's witness to something far, far more sublime than that. Dus als Isaiah wordt geroepen en hij dus dit gezicht krijgt, zeg maar, in de tempel, dat is dus belangrijk, het gebeurde allemaal in de tempel, was hij dus ook getuige van wat er gebeurde eigenlijk met de koning op dat moment. Alleen kreeg hij een vergezicht dat veel verder reek en reikte dan toen. It is at this moment of King Uzziah's trespass that Isaiah first experiences the Spirit of God upon him and his first prophecy. Dus toen dit allemaal plaatsvond in de tempel, had Isaiah dus inderdaad de beleving dat hij geroepen werd door God. En dat hij in feite zijn eerste profetie ook kreeg. The call of the angels, holy, 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 is the Lord of hosts, is a heavenly response, as it were, to the desecration by Uzziah. En zoals in vers 3 wordt geschreven, heilig, heilig, heilig is de Heer, wat de heerscharen, dus wat de engelen elkaar toeroepen, is in feite een reactie op wat koning Uzziah had gedaan in de tempel. Zo is dus de reactie van de Heer, de hemelse machten, zeg maar, op datzelfde ogenblik. But there's more than only a heavenly response. Maar er is meer dan alleen een hemelse reactie op dit alles. In vers 4, recall, the posts of the door were moved at the voice of them that called. The posts of the holy temple are shaking by that call, holy, 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 is the God of hosts. Vers 4, en de dorpelposten beven van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook. Dus door het roepen van de engelen, heilig, 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 gaan de deurposten gewoon beven en schudden allemaal heen en weer en werd het huis gevuld met rook. And the house was filled with smoke. Which house? Of course, the house, the temple. En het huis werd gevuld met rook. Maar welk huis? Natuurlijk gaat dit over Gods huis, de tempel. What is Isaiah describing here? Maar wat wordt er door Isaiah precies beschreven dan? Perhaps we can glean a clue from two other prophets. Misschien krijgen we daar een antwoord op als we nog even gaan kijken naar twee andere profeten. Amos, in the first verse of his prophecy, speaks of the earthquake that took place in the days of Uzziah, king of Judah. En opmerkelijk, want de profeet Amos begint zijn boek met een beschrijving, en dat zien we in vers 1, van een aardbeving die vond plaats in de dagen van Uzziah. Well, from the words of Amos, we can't really glean much information as to the severity of this earthquake. En door wat Amos hier beschrijft, kunnen we niet echt verder, want hij beschrijft het wel iets, maar we kunnen het niet echt helemaal detailleren, zeg maar. But perhaps from the words of the other prophet, Zechariah, in chapter 14, we can. Maar misschien als we kijken naar Zechariah hoofdstuk 14, kunnen we een beter beeld krijgen. In describing the final battle over Jerusalem, fought by the nations against God in the future. In chapter 14, verse 5, the prophet says, you shall flee to the valley of the mountains. You shall flee like you fled from before the earthquake in the days of Uzziah, king of Judah.
En dat lezen we in Zacharia 14. Dat gaat over de grote strijd die in de toekomst zal plaatsvinden in Jeruzalem. En we lezen in vers 5. En gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel. En ja, gij zult de vlucht nemen zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, koning van Juda. Think of it. Zechariah is prophesying in the second temple, centuries later. En het is opmerkelijk, want Zacharia wordt dus inderdaad, die heeft deze profetie later in de tweede tempelperiode, dus eeuwen later, nadat het is gebeurd. And despite the lapse of all those years, and an exile, and the restoration in the middle, everyone knew about the earthquake in the days of Uzziah, king of Judah. Dus dat is zo'n indrukwekkende gebeurtenis geweest, die aardbeving. Want Zacharia schrijft het dus inderdaad in de tweede tempelperiode. Dus de eerste is al verwoest. Dan heb je al een stuk ballingschap gehad. Dus dan heb je een hele gebeurtenis, een heel stuk geschiedenis zit er gewoon tussen. Maar iedereen weet precies wat hij hiermee bedoelt. Eeuwen later. Zo indrukwekkend is dat geweest. So, the posts of the door were moved at the voice of them that called. The house was filled with smoke. Isaiah may well be describing that earthquake right here. En het is heel bijzonder als we dat allemaal naast elkaar leggen, dat Jesaja inderdaad deze aardbeving beschrijft. Dat kunnen we dus zien door inderdaad hoe hij het beschrijft in vers 4. It certainly wouldn't be without precedent. En natuurlijk moeten we dat nog even weer verder gaan bekijken. We read about a kind of earthquake under similar circumstances in Numbers chapter 16. Want we gaan ook nog even kijken naar een andere aardbeving en die wordt beschreven in Numeri hoofdstuk 16. Just as King Uzziah tried to take to himself the role of priest, despite the fact that it was not his to take, so too did Korach, Datan, and Abiram in Numbers chapter 16. En zoals Uzziah, de koning, zich in feite iets toe-eigende, een rol die is weggelegd voor de priesters, zo deden dat ook de zonen van Korach en met Datan en Abiram in hoofdstuk 16 van Numeri, die opstand tegen Mozes. What was their punishment? En wat was ook hun straf? In Numbers chapter 16, verse 32, the earth opened her mouth and swallowed them up and their households. And all the men that pertain to Korach and all their goods. Vers 32 lezen we dat van hoofdstuk 16. En de aarde opende haar mond en verzwolg hen met haar huisgezinnen. En met alle mensen die bij Korach behoorden en met alle haven. As it were, when people try to nullify the boundaries, the borders established by God, and the earth itself nullifies its own borders. The earth opens up and swallows them. The earth quakes. Nature recoils at the behavior of human beings. So it is heel opmerkelijk hoe dus de aarde reageert op het gedrag van mensen, de keuzes van mensen, zoals dat ook nu heden dagen nog steeds gebeurt. God laat die dingen meewerken als een straf. Dat is wel heel opmerkelijk natuurlijk, omdat dat zo ook duidelijk was geschreven en weergegeven in de schrift. God gebruikt het beide. I admit, this is not explicit in the text. It is a tradition that this is what verse 4 is intimating, that it's describing
the earthquake. En als we dan teruggaan naar Jesaja, dan kunnen we natuurlijk wel zeggen van, het wordt natuurlijk niet zo expliciet hier genoemd dat het gaat om een aardbeving. Maar zoals in het Jodendom dat gebruikelijk is, gaan ze dingen vergelijken met elkaar. En dan is dat nou best wel een overtuigend iets om dat zo aan te nemen. And perhaps in the same way, in verse 6, what Isaiah is describing, then flew to me one of the seraphim with a glowing stone in his hand that he had taken with tongue from off the altar, is something that we, as casual observers, would have simply seen as when the temple was shaking in the earthquake, a burning coal flew off the altar and hit the prophet in the mouth. But he understood. It wasn't an accident. Mm. It was one of the angels. En zoals de traditie en de overlevering bij hem dus vers 7 heel specifiek weer neergeeft, want wij lezen dus inderdaad dat een engel daar komt, zo wordt het ook in de Bijbel weergegeven, die pakt een tang en die gaat met die kool naar zijn mond. Hier wordt het dus ook, in hun traditie wordt het zo uitgelegd, door juist die aardbeving vliegt er een brandende kool van het altaar. En het lijkt, zeg maar, dan vliegt hij zo tegen de mond. Hij komt tegen de mond van Jesaja aan. En dan wordt hij geheiligd geplaagd, tenminste de lippen en de mond. Maar Jesaja begrijpt op dat moment, zo beschrijft hij dat dus, het is een engel geweest. Maybe an additional hint at this tradition can be gleaned from the call of the angels. Holy, holy, holy is the God of hosts. The whole earth is full of his glory. En hoe zij dat dus weer leggen, gaan ze ook weer terugkijken naar vers 3. Dat de engelen dus roepen van heilig, heilig, heilig is de Heere. En dat vooral het tweede stukje van dit vers. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. When do you need to affirm that the whole earth is full of God's glory? En wanneer kunnen wij zeggen dat de hele aarde vol is van God's glorie? Precisely when there are those who are violating that glory by turning their backs on God's commandments. En in feite kun je zeggen dat juist diegene die dus de rug toekeren tot Gods geboden, als zij dan inderdaad neerbuigen, dan kun je zeggen dat de aarde vol is van Gods heerlijkheid. It's instructive to consider where else in the Bible we find the same sort of expression of the earth being filled with God's glory. En hoe dat wordt beschreven, vinden we elders in Gods woord, wat een beetje hierop lijkt. En daar komt dus ook deze redenering vandaan, zeg maar. In Numbers chapter 14, following the sin of the spies. We kijken naar Numeri hoofdstuk 14. En daar wordt dus beschreven de zonde die is gedaan door de spionnen die niet in God geloofden. Moses prays to God to forgive the people. And God's response in chapter 14, verse 20, is, I have pardoned according to your word, but only partly. En dan zien we dus in vers 20 staan van hoofdstuk 14 van Numeri, de reactie, zeg maar, van wat Mozes heeft gedaan. Die heeft gebeden voor het volk. En de Heere zeiden, op uw beden schenk ik vergeving. In very deed as I live, says God, and all the earth will be filled with the glory of God. These men will receive their punishment. Hmm. That is, they won't enter the land that I swore to their fathers. But the theme, once again, in introducing it, all the earth will be filled with the glory of God.
kijken we naar vers 21-22. Evenwel, zo waar ik leef en de heerlijkheid des Heren, daar wordt het dus beschreven, de ganse aarde vervullen zal, gevolg, geen van de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben en de tekenen die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb en die mij nu reeds 10 maal verzocht en naar mijn stem niet geluisterd hebben, zij zullen het land niet binnengaan. When the wicked receive their punishment, God's glory fills the earth. Dus wanneer de goddeloze mensen worden gestraft, zal Gods heerlijkheid de hele aarde vervullen. Similarly, in Habakkuk, in chapter 2, the prophet decries the sins. I'm skipping to verse 12. Woe to him who builds a town with blood and establishes a city by iniquity. En ook in de profeet Habakkuk wordt het beschreven dat inderdaad, even kijken vers 12, ook inderdaad wordt het onrecht daar beschreven wat was gedaan door de goddeloze mensen. In verse 13, behold, is it not of the God of hosts that the peoples labor for the fire, they toil until they are sated with fire, and nations weary themselves for vanity. This is God's punishment. And in verse 14, the earth will be filled with the knowledge of the glory of God. We lezen Habakkuk hoofdstuk 2, vers 13 en 14. Zie, is het niet van de Heere der Heerscharen dat de vogels zich vermoeien voor het vuur en de natiën zich afmatten voor niets? En dan komt Gods gerechtigheid, zeg maar, de straf van de Heere God. Want de aarde zal vol worden van de kennis van de Heer, van des Heeren heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken. Again. When the wicked receive their deserved punishment, God's glory fills the earth. We zien het ook inderdaad dus weer terug dat als God de goddeloosheid en de goddelozen zullen straffen, dan zal Gods heerlijkheid de hele aarde vullen. One more example in Psalm 72. Here it is the king who, as God's representative on earth, crushes the oppressor. His enemies lick the dust. And when indeed the wicked are punished, we read in verse 19 about God, blessed be his, God's glorious name forever, and let the whole earth be filled with his glory. Amen and amen. En we kijken ook nog even naar een ander voorbeeld. En dat is Psalm 72. Het is een psalm van koning Salomo. En de koning heeft dus als een afgevaardiging van God zelf, zeg maar, het recht in handen. Zo ziet hij dat ook. En dat wordt dan ook beschreven in deze psalm. En op het eind, in vers 19, zien we dan staan: en geloof zij zijn heerlijke naam voor eeuwig. En zijn heerlijkheid vullen de ganse aarde. Amen. Ja, amen. Dan is er dus een rechtspraak geweest. En dan eindigt hij deze psalm. Dat inderdaad als goddelozen zijn gestraft en het recht is uitgesproken van Gods wegen, dan zal de heerlijkheid van God over de hele aarde zijn. Now we're saying all of this as a kind of background. En we zeggen dit als zijnde een zekere achtergrond, zeg maar, om het allemaal te begrijpen. Uzziahu received his punishment. Isaiah received his prophet. En koning Uzzia, die krijgt van God dus de straf gelijk, hè? Met melaatsheid wordt hij geslagen. En op hetzelfde moment krijgt Isaiah zijn roeping. Confronting evil. Confronting people who aren't listening is precisely the subject of the mission that God gives Isaiah. Jesaja wordt er dus mee geconfronteerd dat hij inderdaad geroepen wordt.
in een onheilig volk. Ik weet ook zelf zijn onreinheid, zeg maar. En juist op dat moment wordt hij geroepen en zendt God hem uit. Juist onder zijn mensen. Juist tegen het kwade in de mens zelf. In verse 8, I heard the voice of God saying, whom shall I send? And who will go for us? Then I said, here I am, send me. Isaiah 6, vers 8. Daarop hoorde ik de stem des Heeren die zeide, wie zal ik zenden? En wie zal voor ons gaan? En ik zeide, hier ben ik, zend mij. In verse 9, God said, go and tell this people, hear you indeed, but you don't understand. See you indeed, but you don't know, you don't perceive. Vers 9, toen zeide hij, ga, zeg tot dit volk, hoort al door, maar versta niet, en ziet al door, maar merk niet op. The challenge in verse 10, make the heart of this people fat, and make their ears heavy and their eyes shut, lest they, seeing with their eyes and hearing with their ears and understanding with their heart, return and be healed. En dan de uitdaging wordt beschreven in vers 10. Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet horen, en opdat zijn hart niet verstaan, zodat het zich bekeren en genezen worden. And indeed, similarly, we read as the charge that God gives Ezekiel, following immediately on the heels of what we saw in chapter 1, in chapter 2, God said to me, Son of man, stand upon your feet and I will speak with you. En dan gaan we even terug naar Ezekiel, want die krijgt ongeveer dezelfde opdracht en dezelfde uitdaging en dezelfde strekking. Dan staat er in Ezekiel 2, en zeide tot mij, mensenkind, sta op uw voeten, opdat ik met u spreken. Ezekiel isn't asked, he is told. In verse 3, he said to me, Son of man, I send you to the children of Israel, to rebellious nations that have rebelled against me. They and their fathers have transgressed against me even unto this very day. En dan lezen we in vers 3 van Ezekiel. En Ezekiel die geeft dus niet het antwoord van de Heere God van oké, hier ben ik, zend mij maar. Maar Ezekiel wordt gewoon gezonden van Gods wegen en met een roeping. Hij zei dat op mijn mensenkind, ik zend u tot de Israëlieten, de opstandige volken die tegen mij in opstand gekomen zijn. Zij en hun vaderen zijn van mij afgevallen tot op deze eigen dag. Their eyes and ears and hearts are still shut. In verse 4, the children are brazen-faced and stiff-hearted. I do send you to them, and you shall say to them, thus says God the Lord. In tijden van Ezekiel is hun hart nog steeds verhard en zijn ze nog steeds doof om te horen. Dat wordt geschreven in vers 4. Zelfs de kinderen zijn stug van aangezicht en verstokt van hart. Ik zend u tot hen en gij zult tussen hen zeggen, zo zegt de Heere Heere. Why? What will it accomplish? Wat moeten ze dan zeggen? Wat wilde God ermee bereiken? Verse 5, and they, whether they will hear or whether they will forbear, for they are a rebellious house, yet shall know that there had been a prophet among them. En wat de Heer God ermee wil bereiken, wat het doel is, wordt beschreven in vers 5. En zij, of zij horen, dan wel het nalaten, want zij zijn een weerspannig geslacht, zullen weten dat in hun midden een profeet is geweest. And likewise in chapter 12, verse 2. Son of man, you dwell in the midst of a rebellious house that have eyes to see and see not, that have ears to hear and hear not, for they are a rebellious house. En we zien dezelfde vergelijking en beschrijving ook in Ezekiel 12, vers 2. Mensenkind, zij woont te midden van een weerspannig geslacht. Van hen die
ogen hebben om te zien, maar niet zien, die oren hebben om te horen, maar niet horen, want zij zijn een weerspannig geslacht. In the following verse, after the prophet is charged with demonstrating to them the consequences in exile, it may be they will see, but it may be that they won't. En ook dan wordt er weer tegen hem gezegd van, hè, dat Ezechiël vele dingen zal zeggen en doen. En dat staat er ook van, misschien dat ze tot inzicht komen in vers 3, maar misschien ook niet. So what is the prophet summoned altogether to do here? Dus wat hebben beide profeten eigenlijk te doen? Dat is een beetje samen overeenkomst, zeg maar. And you know, Isaiah himself, after hearing this charge, after having accepted the mission, asks in verse 11, I said, God, how long? What is this going to do? En Isaiah heeft dus inderdaad de missie van de Heer God geaccepteerd. En hij vraagt dan ook, en dat zien we in vers 11 staan, toen vroeg ik, hoe lang Heere? And God's answer, how long until cities be waste without inhabitant and houses without man and the land becomes utterly waste? Vers 11, toen vroeg ik, hoe lang Heere? En hij antwoordde, totdat de steden verwoest zijn, totdat er geen inwoner meer is en de huizen, zodat er geen mens meer is, meer in is en het bouwland verwoest is tot een wildernis. In verse 12, and God will have removed men far away, and the forsaken places will be many in the midst of the land. Vers 12, en de Heere de mensen ver verwijderd heeft, en het verlaten gebied in het land groot is. Verse 13, and if there be yet a tenth in it, it shall again be devoured. Vers 13, is er nog een tiende deel, dan zal dit weer verwoest worden. Such a terrifying message until we consider the second half of the last verse here. Het is natuurlijk een vreselijke omschrijving dat de Heer God als antwoord geeft aan de profeet Isaiah, totdat we komen bij het tweede deel van dit vers, vers 13. As a terebinth and as an oak, these are two trees that shed their leaves every fall. En daar worden twee bomen beschreven, de terebinth en de eik, en die laten allebei hun bladeren vallen in het najaar. So you see these trees after the fall, and they're just naked sticks without anything on them. Zoals wij dat ook kennen natuurlijk van onze hersen hier, en zo kennen ze dat ook in Israël, de terebint en de eik laten gewoon hun bladeren vallen, dus ja, daar zie je gewoon een kale boom staan. So the land will appear bare and ruined when God's punishment takes place. Dus daar kun je een beeldenis van krijgen zoals God zijn land straft en alles wat er zal gaan geschieden. En dan zal het er ongeveer uitzien als een boom zonder bladeren. But of course, this metaphor is also a consolation. Maar zoals wel vaker is deze metafoor, zoals die beschreven was, ook een knipoog of een weg naar de oplossing. Because the trees aren't really dead. They're just dormant for the winter. Want de bomen zijn natuurlijk niet, ze lijken dood, maar ze zijn natuurlijk niet dood. Ze laten hun bladen vallen voor de winter. The terebinth and the oak, whose stock remains when they cast their leaves, the stock remains, so the holy seed shall be that stock. We lezen dan het tweede stukje van vers 13 in Jesaja.
evenals van een terebint en een eik, na het vellen een tronk overblijft, zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn. So you think everything you're declaring for naught, because their eyes are shut, their ears are heavy, their hearts are stopped up, and no one is listening. Dus eigenlijk, de bedoeling hiervan is, Jesaja heeft dat natuurlijk sowieso in zijn profetie, maar ook Jesaja. Ze hebben een hele zware taak, want zij moeten profeteren, ze moeten praten tegen de mensen en Gods woorden doorgeven. Maar het lijkt zo compleet uitzichtloos, omdat ze blind zijn en doof en een hard hart hebben. But there is the seed. There is the future. Maar er is dus een heilig zaad voor ogen blijft. En dus is er ook een toekomst. And like the seed that seems insubstantial but will grow, so your word, even if it seems to have had no effect, will grow, will bear fruit, will have an effect. En zo is het zaad beschreven wordt als zijnde van oké, dat is er dus, maar je ziet er nog niks aan. Zo komt hier de belofte van dat zaad zal dus ooit opschieten. Dat zaad zal dus vrucht dragen. Dus het is niet voor niks. The seed is a recurrent theme in Isaiah, especially. En het zaad, zoals het beschreven wordt, is echt wel een thema in de profeet Jesaja, wat steeds ook terugkomt. In Isaiah chapter 41, verse 8. You, Israel, my servant, Jacob, whom I have chosen, the seed of Abraham who loved me. En dan gaan we kijken naar Jesaja 41, vers 8. Maar gij Israël, mijn knecht Jacob, die ik verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham. Bij ons wordt het dus beschreven nakroost, maar in de originele teksten staat dus ook het zaad. Zo wordt het ook wel vertaald in Engelse vertalingen, het zaad. In verse 9, you are my servant, I have chosen you and not cast you away. Vers 9, gij die ik gegrepen heb van de einden der aarde en geroepen uit haar uithoeken. In verse 13, God's promise. He holds your hand and says, fear not, I help you. Vers 13, want ik de Heer, uw God, grijp uw rechterhand vast, die tot u zegt, vrees niet, ik help u. And likewise, in chapter 43, verse 5, fear not, I am with you. I will bring your seed from the east and gather you from the west and the south and the north, everyone. Dat zien we ook terug in hoofdstuk 43, waar God dan ook de belofte van, ik heb u verlost, ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mij. And in chapter 45, verse 25, in God shall all the seed of Israel be justified and glory. Hetzelfde zien we terugkomen in Jesaja 45, vers 25. In de Heere wordt het gehele nakroost, dus dan wordt het weer gezegd, dus het gehele zaad van Israël gerechtvaardigd en zal het zich beroemen. This is admittedly a recurrent theme in many passages in Isaiah, but because of the time, we won't go through them in detail now. En door de tijd kunnen we niet op alles waar dit genoemd wordt in Jesaja heen verwijzen, want dat ontbreekt ons even aan tijd. Maar ik zag bijvoorbeeld Jesaja 61, Jesaja 62 wordt het ook al genoemd. De verschillende keren wordt het zaad genoemd, dus er is een nakomelingschap wat God garandeert. What I would like to stress as a conclusion though, with respect to this message
And the charge that God gives Isaiah here in chapter 6 in his inaugural prophecy. En we gaan nog even weer kijken naar Jesaja 6, waar God dus de profeet Jesaja roept en waar wij ook iets van kunnen verstaan, wat misschien heel erg belangrijk is ook voor ons. The promise of the holy seed remaining bears directly on the prophet's mission. En dat is het mooie van de belofte die God daar dan ook geeft, direct al. Hoe uitzichtloos de roeping van Jesaja eigenlijk lijkt, zo lijkt het, direct volgt dus de belofte van de Heere God van, het lijkt misschien zo, maar vergis je niet, er is dus een overblijfsel. En er blijft dus altijd een heilig zaad over wat in de toekomst vrucht zal dragen. In Isaiah chapter 44, verse 2, thus says God who made you, and formed you from the womb, who will help you. Fear not, O Jacob, my servant, and you, Yeshurun, whom I have chosen. Hoofdstuk 44, vers 2, kijken we nog even naar. Zo zegt de Heer, uw maker, en van de moederschoot van aan uw formeerder, die u helpt. Vrees niet, mijn knecht Jacob, en Yeshurun, die ik verkoren heb. Verse 3, for as I will pour water upon the thirsty land and streams upon the dry ground, I will pour my spirit upon your seed and my blessing upon your offspring. Vers 3, want ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge. Ik zal mijn geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen. The salvation of the holy seed is because of God's Spirit. Dus de redding van het van de nakomelingen of van het zaad komt dus door de Heilige Geest. And likewise, in Isaiah chapter 59, verse 21, as for me, this is my covenant with them, says God, my Spirit that is upon you, and my words, which I have put in your mouth, shall not depart out of your mouth, nor out of the mouth of your seed, nor out of the mouth of your seed's seed, says God, from henceforth and forever. Kijken we nog even naar Jesaja 59, vers 21. En wat mij aangaat, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heer, mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, zullen niet wijken uit uw mond, nog uit de mond van uw kroost. Dus in het Engels staat er weer zaad of zaden, dat blijkt dus altijd dat het op nakomelingen wijst. De mond van uw kroost, nog uit de mond van het kroost van uw kroost, zegt de Heer, van nu aan tot in eeuwigheid. It is God's Spirit and His Word. His Word that I put in your mouth. Dus that will be what stains your seed and your seed's seed. The holy seed forever. Dus het is inderdaad de samenwerking tussen Gods woorden en zijn Heilige Geest. En dat de woorden dan bekrachtigd worden, zeg maar, als ze uitgesproken worden, dat dat tot een behoud is voor de nakomelingen die er zullen zijn. And ultimately it's a message that pertains to everyone who heeds the prophet's words. En in feite is het ook een uitkomst van iedereen die de profeet, de woorden van de profeet ter harte neemt en hoort. In the very last chapter of Isaiah, in Isaiah chapter 66. We gaan nog even kijken naar Jesaja hoofdstuk 66, het laatste hoofdstuk van Jesaja. In verse 20, we read of the nations of the world. They shall bring all your brethren out of the nations for an offering unto God upon horses, chariots, litters, mules, swift beasts, all to my holy mountain, Jerusalem.
Dan lezen we in vers 20 dus van hoofdstuk 66 van Jesaja. En zij zullen al uw broeders brengen uit alle volken als een offer voor de Heere. Op paden en op wagens, op draagstoelen, op muildieren en op snelle kamelen. Naar mijn heilige berg, naar Jeruzalem, zegt de Heere. In the following verse, verse 21, and of them also, the ones who are bringing and the ones who are brought, I will take for priests and for Levites, says God. Het is heel mooi hoe dat hier beschreven wordt in vers 21. Degene die dus meehelpen om de Israëlieten weer te verzamelen, zeg maar. Maar ook uit het Heer Israël zelf. En ook uit hen zal ik er nemen tot priesters, tot levieten, zegt de Heer. Verse 22. For as the new heavens and the new earth which I will make shall remain before me, says God, so shall your seed remain and your name remain. Vers 22. Want zoals ik de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen blijven staan, luidt het woord des Heeren, zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan. So, by way of conclusion, in this Isaiah's inaugural prophecy. Dus nu komen we bij de conclusie in het hoofdstuk wat we vanavond hebben besproken. The circumstances are difficult. De omstandigheden waarin Jesaja wordt geroepen zijn ontzettend moeilijk. Indeed, as Isaiah himself says, I dwell in the midst of people of defiled lips. Zoals hij zelf ook erkent van, ik sta hier te midden van een onrein of een volk van onrein van lippen. Not only is so much wrong, so much seems not even capable of being put right. En niet dat er ontzettend veel, heel erg veel mis is. Maar je kan ook niet zeggen dat juist in ten tijde dat hij geroepen wordt, dat er zo ontzettend veel goed ging. Because right now, the people's hearts are fat, their ears are heavy and their eyes are shut. Want ja, er wordt al wel beschreven dat ze de oren dicht hebben, de doren zijn vet geworden, het hart is verhaast, de ogen zijn gesloten. But God is still sending Isaiah on this mission, as he sends Ezekiel on his mission a few generations afterward. En zo is Jesaja toch wat gezonden, ondanks de omstandigheden, zo wordt ook de profeet Ezekiel eeuwen later ook gezonden. And if you ask, what will it accomplish? What's the point? En als je dan afvraagt van, wat is het punt, wat is het doel, waarom zal God dit doen? To Ezekiel, God said, they will know that a prophet has been in their midst. En de Heer God zegt heel duidelijk tegen de profeet Ezekiel van, zij zullen weten dat er een profeet in hun midden is geweest. And to Isaiah, God says, so the holy seed will be like the stock that remains. En zo wordt het tot Jesaja gezegd, zo zal er een tronk, een heilig zaad zijn. Because by our knowing that a prophet was in our midst, those words will never be lost. They'll never be forgotten. They will never depart from your seed and your seed's seed forever. Dus de belofte aan beiden wat gegeven wordt, die combinatie daarop van ze zullen weten dat er een profeet in hun midden is geweest. En ze zullen ook weten, want ze zullen het weten, doordat er juist een nakroost toch tot volwassenheid komt. Zeg maar. Er is altijd een heilig zaad wat overblijft. Ze kunnen het weten. And as the prophets go forth on what might seem to be their hopeless missions. En terwijl beide profeten inderdaad
wat voor onze ogen lijkt en ook voor hen zelf waarschijnlijk een hopeloze missie, maar ze gaan toch. God doesn't give them glib promises, everything will be easy, because it won't. En God heeft ze allebei gelukkig ook wel heel duidelijk gemaakt van, het wordt niet makkelijk. Beide profeten hebben geen makkelijk leven gehad. Ze hadden geen makkelijke missie. But ultimately, it won't be in vain. Maar het was niet voor niks. Because by their knowing that a prophet had been in their midst, ultimately, they will remain. Like the stock, even after the fall, that doesn't wither. And doesn't disappear. Want ondanks dat ze dus inderdaad zich zullen herinneren dat er een profeet in hun midden is geweest. En ondanks dat het lijkt of de bladeren van de bomen zijn gevallen. Is er altijd een toekomst. En dat blijkt uit de nakomelingen die er ooit zullen zijn. And the blessing in the words of the prophets remains. En ook de zegen. Die doorkomen in de profeet zijn woorden zal blijven. God bless you. God zegent jullie.